uitrit 301, binnenkant, burgemeester van de Lelystraat, nummer 2. Over. Inrit 301 uit richting burgemeester van de Lelystraat. Zomaar een realistische melding voor de brandweer. Vandaag was dit het eerste uitrukbericht aan de 10 deelnemende teams aan de brandweervaardigheidstoetsen in Woudrichem. Wilbert van Steenis van het AWBC weet er alles over. Nou, vandaag zijn de vaardigheidstoetsen. Vaardigheidstoetsen die georganiseerd worden door het AWBC. Wat houden de vaardigheidstoetsen in? De brandweerteams die oefenen heel het jaar. En hier wordt eindelijk gekeken van wat hebben we allemaal geoefend en hebben we het goed beoefend en doen we het goed. Ja, daarvoor is een vrij uitgebreide oefening uitgezet hier in het gebouw achter jou. En wat houdt die oefening voor vandaag in? Ja, vandaag is specifiek op brandbestrijding. Dus de teams die proberen de brand zo goed mogelijk te bestrijden. Ja, hoeveel teams doen er mee aan zo'n dag? Ja, aan zo'n dag doen 10 ploegen uit de veiligheidsregio Midden-West-Brabant, die doen hier aan mee. Ja, en wat krijgen zij nu voor soort scenario voor de kiezen? Ja, het scenario is eigenlijk, er is een illegale drankstokerij binnen. Daar is brand bij ontstaan, een gasbrand wel te verstaan. En daar zijn nog personen binnen en die kunnen niet meer vluchten. Of die zijn niet op de hoogte dat de brand er is. Hé hey, joh, kom weg, ik zie de brand. Kom weg, we zijn al binnen brand. Kom weg. Ja, nu kan ik me zomaar voorstellen dat alle 10 ploegen het scenario ook anders spelen. Hoe wordt er nu getoetst? Want het is ook een competitie. Ja, het zijn vaardigheidstoetsen. En vaardigheidstoetsen zeggen wij wel eens in competitieverband. Dus dat betekent dat ze zo goed mogelijk de best doen. En dan gaan ze punten krijgen. Bij elke brandweerman of vrouw loopt iemand mee en die beoordeelt of dat die de vaardigheden goed doet. Ja, en dan kun je eens enkele van die punten noemen waarop afgetoetst wordt? Ja, waarop afgetoetst wordt is eigenlijk van kijk naar een stukje brandverloop. Kijk een stukje naar de rookontwikkeling. Zorg dat je zelf veilig bent. Vooral onze prioriteiten legt op veiligheid eigen personeel. Daarna het redden van slachtoffers en dan bestrijding van de brand. Ja, nu weet ik, een brandweerteam werkt heel erg systematisch. Hoe gaat zo'n opbouw naar zo'n brand toe? De opbouw naar de brand toe is eigenlijk, voordat ze naar binnen gaan, moet je eerst kijken of dat ze wel veilig en efficiënt te werk kunnen gaan. Dus ze gaan eerst kijken of dat ze op een juiste manier binnen kunnen komen. Dat ze zo snel mogelijk bij de brand, maar zeker bij de slachtoffers zijn. Daarna gaan ze proberen ze op een veilige manier de slachtoffers te redden. En dan gaan ze over op brandbestrijding.